Uiteindelijk is het doel gewoon hetzelfde. Het is niet een technisch verhaal, het is een ideologische transformatie. Het is een, nou ja, ik mag het thuis niet meer zeggen, maar het is een soort neo-marxistische revolutie. En er zijn heel veel collectivistische partijen en die willen af van eigendomsrecht. Die willen af van vissers, die willen af van boeren. En iedere totalitaire staat begint altijd met een aanval op de boeren. Pol Pot deed dat, Stalin deed dat. En het is misschien een beetje heftig, maar we staan hier met heel weinig mensen, omdat daar iedereen wordt tegengehouden, daar wordt iedereen tegengehouden. En uiteindelijk is het een aanval die begint bij de boeren. En als we de boeren kapot laten gaan, dan gaan we met z'n allen kapot.